Rudolf van Mierlo. En hij gaat zijn lezing geven over de risicobeoordeling van gevels. We hebben net al aangegeven in mijn inleiding dat er allerlei ontwikkelingen speelt op het gebied van normalisatie, op het gebied van bouwregelgeving, op het gebied van geveltesten, maar ook op het gebied van risicobeoordelingen. Van hoe zorgen we nu dat die gebouwen in overeenstemming komen met. En Rudolf gaat daar een soort van rode draad ook doorheen trekken en de samenhang tussen die verschillende ontwikkelingen laten zien. Dames en heren, uw aandacht voor Rudolf van Mierlo. Goedemiddag. Volgens de vorige spreker ga ik het ook hebben over goede testen. Als de SBA niet goed is, dat is een deel van de presentatie die ik zo dadelijk ga geven. Het gaat niet alleen over risicobeoordeling. Het is ook om u een beeld te geven van de ontwikkelingen in dit onderwerp. Welke studies er lopen, wat we verwachten dat eruit gaat komen, hoe waarschijnlijk de wetgeving gaat veranderen. Dat zult u misschien voor een klein deel al weten, maar voor een deel nog niet, omdat het zelfs nog een studiestadium is. En het voordeel is dat ik in ieder geval redelijk in het midden van die studie zit, met een aantal collega's en een aantal andere partijen, dus een goede inschatting kunnen maken waar we ongeveer gaan uitkomen. Mocht u vorig jaar ook naar, toen was het een webinar, geen seminar, naar het webinar gekeken hebben, dan zult u waarschijnlijk aan het begin even een aantal dingen herkennen. Ik zal er misschien iets anders over vertellen nu. Maar dat lijkt me logisch, want het gaat over de ontwikkeling en niet alleen over het laatste jaar. Eigenlijk vooral sinds Grenfell. Dus ik zal een aantal dingen aantippen die ik vorig jaar ook verteld heb, maar waarschijnlijk wel iets anders. Want ik zou niet meer weten wat ik exact verteld heb vorig jaar. Dit wil ik in ieder geval behandelen. Heel kort even de eisen. En daar ga ik niet lang over praten, maar om uw gedachten even op te frissen. Een paar woorden over de praktijk. Hoe passen die eisen nu toe? Ook heel kort even de aanleiding. Dat zijn de branden die geweest zijn, inclusief Grenfell. En de actie die door het ministerie is uitgezet om in Nederland de mogelijk brandgevaarlijke gevels te inventariseren. Dan, tweede blok, naar aanleiding van het rapport van die adviescommissie, ATGB, waarin de ATGB een aantal aanbevelingen heeft gedaan aan de minister, die vervolgens, het was in totaal een 40-tal, nogal een dik pakket, door de minister in de Tweede Kamer is toegezegd om ze allemaal uit te voeren. Nou, in ieder geval weten we dan waar we naartoe gaan. Wat het uiteindelijk gaat worden natuurlijk nog niet. En ik hoop u daarover meer te vertellen. Omdat een aantal van die aanbevelingen waren onderzoeken die grotendeels al gereed zijn. Dus ik heb een redelijk beeld van waar uiteindelijk die onderzoeken dus naartoe gaan. En tussendoor, niet op één punt, verwachtingen voor de nabije toekomst. Hij blijft een beetje gek doen af en toe, maar misschien moet ik niet al te hard praten. Dat meng ik overal in andere onderwerpen er doorheen. Het ene misschien wel zal doorvoeren, andere misschien pas op langere termijn of kortere termijn. Even kort in een paar sheets de eisen. Ik vond het interessant om te zien dat een behoorlijk aantal mensen het idee, in ieder geval zichzelf inschatten als een goed inzicht. Dat is iets meer dan 50% geloof ik, hè? Goed inzicht in de bouwregelgeving. Ik denk dat dat voor veel mensen klopt, voor een groot deel van de regelgeving. Maar ik weet dat er een paar elementen in die regelgeving zitten die bij heel veel mensen niet bekend zijn. Tenminste, als ik kijk naar wat de producten uit de markt zijn, dan zie ik dat dat heel vaak vergeten wordt. Oké, kort. 1. We kunnen in feite zeggen dat de eisen aan gevels op het gebied van brand zitten. 1. In het brandgedrag. Hoe hard brandt iets? Brandvoorplanting over de gevel noemen we dat. Dus de snelheid waarmee vlammen zich over een gevel uitbreiden. En dan gaat het niet alleen over de afzonderlijke materialen, maar het gaat vooral om hoe combineer je materialen, hoe breng je ze aan, hoe scherm je ze van elkaar af. Dat zijn belangrijke elementen. En dat drukken we uit in brandklassen. Volgens een systeem, het Europese systeem van brandklassen, dat voor een deel wel, maar zeker voor gevels, voor een deel ook niet een goed beeld geeft van het werkelijke gedrag van gevels. Dat is het nadeel. Daar gaan we uitgebreider terugkomen. Tweede onderdeel is de branduitbreiding over de gevels. Dan gaat het niet alleen, eigenlijk vooral niet, over het brandgedrag van het materiaal, hoe hard brandt het, maar het gaat erom hoe snel gaat een brand van één ruimte achter die gevel langs de gevel naar een andere ruimte achter die gevel. Dat is een
lijkt een beetje op dezelfde eigenschap, maar daar spelen toch een heleboel andere dingen. We drukken dat uit in tijd, brandweerendheid, dus de snelheid waarmee die brand van de een naar de andere ruimte gaat. Iets meer in detail. Nou, rechts ziet u de klasses, daar ga ik er verder niet over praten. Maar ik wil er wel even op wijzen, die twee punten die er staan. Ik kom toch nog steeds tegen dat de mensen wel in het bouwbesluit goed gekeken hebben welke klassen gelden. Maar niet in de gaten hebben dat er in NEN 6068, dat is de bepaling van dat tweede punt, die branduitbreiding, een randvoorwaarde staat die in veel gevallen strenger is dan wat er in de prestatie-eisen van het bouwbesluit staat. Nou, wordt die norm ook aangewezen vanuit het bouwbesluit, dus die geldt ook. Nou, je kunt het hier bijvoorbeeld zien, of misschien net niet zien, maar onder de 2,5 meter en boven de 13 meter zal bijna altijd een B-klasse, Bernard, gelden. En een stukje ertussen mag eigenlijk volgens de prestatie-eisen van het bouwbesluit in D, Dirk, worden uitgevoerd. Alleen de NEN 6068 zegt, als daar een brandoverslagtraject in zit, buitenom, moet dat ook B zijn. Dus ja, je zit dus heel vaak aan B vast. En dat blijkt niet rechtstreeks uit de prestatie-eisen van het bouwbesluit. Ik heb er even bij gezet hoe de bouw hiermee omgaat. Je moet er zeer goed van bewust zijn dat zeker 90% van alle gevels niet voldoet rechtstreeks aan de prestatie-eisen op basis van die prestatie-eisen. Dus daar wordt niet getest voor over een hele gevel. Bijna niemand laat een volledige gevel bij een laboratorium, zoals je het gaat plaatsen in een gebouw, in een laboratorium testen. Nee, we kopen producten in. Als het goed is, hebben al die producenten hun product laten testen. En we vragen een adviesbureau, zeg ik heb al deze componenten, die schroef ik zo in elkaar en ik laat er deze spouw tussen en dan zit er deze steltolerantie in. En zeg adviesbureau, zeg eens, wat gaat het geheel doen? Nou, dan komt er een adviesbureau en zegt, oh, dat zal wel een B zijn of het zal geen B zijn. Maar bedenk dus dat het niet volgens de prestatie-eisen is. Daar zit een expert judgment tussen. En de kwaliteit van dat expert judgment is in Nederland helemaal niet geborgd. Er is geen standaard methode om dat te doen. Dus we kijken wellicht naar het logootje wat boven het rapport staat. Van, wow, die lui hebben er wel verstand van of die ken ik helemaal niet. Maar het is natuurlijk niet zo best dat de veiligheid van gevels op een dergelijk systeem zich baseren. Dat we daarmee borgen. En helaas is er ook nog een behoorlijke klasse, die heb ik eronder gezegd, niet onderbouwen. Dat is toch helaas nog steeds de praktijk. Daar kom ik direct op terug. Ik kom er direct op terug. Tweede element was dus de branduitbreiding. Een belangrijk element is, in die NEN 6068 bepalen we de mate waarin de straling die vanuit een compartiment komt en die vanuit de vlammen komt die uit de opening slaan, een andere gevelopening belasten. Nou, oké, prima, is een goede methode. Alleen dan moet er geen ander mechanisme zijn. Dan moet straling ook het bepalende mechanisme zijn. Dus dat betekent dat je in de norm bepaalde mechanismes uitsluit. Er moet geen brandvoortplanting zijn die bij die andere opening komt. Ja, want die dus naast de straling ook gewoon via brandvoortplanting bovenkomt. Vandaar die klas B, eis aan een gevel. Je wil ook niet dat gevels zo dicht bij elkaar staan dat de uitstaande vlammen gewoon aan de overkant de gevelopening naar binnen gaan. Dan heb je ook weinig aan de stralingsberekening. Dus dat zijn randvoorwaarden die gelden. En je moet, het gaat dus om brandoverslag in dit geval via de buitenlucht, ook even bedenken, wat noemen we allemaal buitenlucht? Daar zijn al jaren zeker discussies over. Is een spouw nu buitenlucht? Nou, ik ken spouwen, daar heb je een buitenblad wat echt een decimeter of twee ervoor hangt als puur cosmetisch vlakje. Nou ja, dat is wel buitenlucht. Oké, dan gaan we dat vlakje dichter tegen de gevel zetten. En waar houdt het op? Waar zeggen we van nou, die ventilatie van die spouw is zo gering, dit vind ik geen buitenlucht meer. Het is volstrekt arbitrair. Je kunt alleen zeggen, kunnen die vlammen er nog in? En kunnen ze misschien op een ander punt er weer uit? Ja, nou, dan zal het wel buitenlucht zijn. En als het dat niet kan, maar ja, wie beoordeelt dat? Dat is die bekende expert die een expert judgment geeft en zegt van, nou, gaat wel goed hier. Oké, daar werken we nu wel mee, maar wees u van bewust, dat is natuurlijk geen best systeem om dat als basis te hebben. En natuurlijk hebben we ook naast brandoverslag, branddoorslag, dus binnendoor. Daar zijn we het allemaal van gewend om er goed op te letten. Zie je de essentiële controlepunten. Er zal een heleboel informatie in over om de branddoorslag te bekijken.
Alleen één element niet, en dat is de branddoorslag door de gevelconstructie zelf. Daar komen we ook nog op terug. Daar neem ik hier naartoe. Nou, dit even heel kort. Dit is duidelijk. Wat is er naar aanleiding geweest om van wat er nu gebeurt? Dat zijn natuurlijk een groot aantal gevelbranden geweest. Die hebben allemaal een klein beetje aandacht gekregen. Zien er sensationeel uit, maar vrijwel geen slachtoffers. En als er een slachtoffer was, was dat meestal een heel indirect slachtoffer. Iemand die een hartaanval kreeg, omdat hij een hoge trap af moest bijvoorbeeld. Ik geef maar een voorbeeld. Maar het zijn er bijzonder weinig geweest tot de zomer 2017. Grenfell, 71 doden. En dat sloeg in, dat is duidelijk. Engeland heeft daar ontzettend serieus op ingezet. Ze zijn nu nog bezig met inquiry. En het aantal documenten wat daar bekeken is, dat gaat in de honderdduizenden. Het aantal mensen die onder ede verhoord zijn, zijn er honderden. U kunt duizenden uren video's bekijken op het internet. Van alle interviews en alle getuigenverklaringen onder ede die daar gedaan zijn. Het is een mega project. Daar komt veel uit. Zijn ze bijna mee klaar, met fase 2 in ieder geval. Fase 1 was, wat is er nou gebeurd daar? Fase 2 is, en hoe kon dat nou gebeuren? Je kunt concluderen van, ja, dit is gebeurd, maar had toch nooit gemogen? En fase 2 zijn ze dus nu aan het kijken van, wat is nu de achtergrond in het systeem van bijvoorbeeld goedkeuring, dat deze producten op de markt waren en dat ze zijn toegepast? Want de producten waren dus duidelijk niet goed die daar aan de gevel zaten. Het onderzoek loopt nog, maar fase 1, het einde van fase 1, het rapport daarvan komt direct nog terug. Want op basis daarvan zijn veel aanbevelingen gedaan. Onder meer heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van dat eerste rapport uit Engeland, gezegd, wij moeten in Nederland gaan inventariseren. Het heeft een tijdje geduurd. Ze hadden de markt vroeg het her en der, en BZK was een beetje terughoudend, van nou, we moeten maar kijken, we zijn aan het onderzoek bezig in Engeland. Maar goed, toen het eenmaal beschikbaar was, is gevraagd aan alle gemeenten, willen jullie eens inventariseren welke gevels er in jullie gemeente gevaarlijk zijn of mogelijk gevaarlijk zijn? En als dat mogelijk gevaarlijk is, vraag aan de gebouweigenaar om dat te laten uitzoeken. Dus twee staps, hè? De eerste stap is, kijk wat mogelijk gevaarlijk is. En ja, daar heb je informatie voor nodig. BZK heeft toen aan DGMR gevraagd, kunnen jullie voor ons wat schrijven? 1, een handreiking klasse B-gevels, omdat dat eenmaal de meest voorkomende eis is. En een risicotool waar je een zeer kort eindresultaat rechts van ziet. In ieder geval kreeg iedereen een groen, geel, oranje of rood kleurtje aan het eind van het invullen van de risicotool. En de meeste gemeentes hebben gezegd, nou als het oranje of rood is, vraag dan aan de gebouweigenaar om er eens in te duiken. Want het zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Dat was in november 2018. Nou, wat is de ervaring daar nou uit geweest? Eerste jaar weinig actie. Toen is wat pressie uitgeoefend. De rest van de info, van de twee overzichten die ik geef, die komen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die dat weer hebben gekregen van de Provinciale Staten. Dus BZK heeft aan de Provinciale Staten gevraagd, hoe zit het in jullie provincie, welke gemeenten hebben wat gedaan tot nu toe? En dan ziet u, met de kennis dat de brand zomer 2017 was, dat in voorjaar 2019 was 60% klaar met de inventarisatie, 31% was bezig en 9% was nog niet begonnen. Niet begonnen kan ook betekenen, ik heb alleen maar grondgebonden woningen in mijn gemeente. Maar natuurlijk, dat kan een reden zijn. En het is niet de enige reden is, want ik heb geen zin om te kijken. Eind 2021 was eigenlijk vrijwel iedereen klaar. Alle gemeenten waren in actie in ieder geval. En 97% van alle inventarisaties was afgerond. Conclusie? 40 gebouwen moest iets gebeuren in 16 gemeenten. Ik moet er wel bij zeggen, ik ben regelmatig betrokken geweest bij gebouweigenaren en gemeenten die vragen hebben gesteld. Waarschijnlijk omdat wij die twee documenten hebben opgesteld voor het ministerie. Laat ik het zo zeggen, het kennisniveau was wisselend. Er zaten hele goede tussen en er zaten echt mensen tussen die dus de beoordeling deden, die volgens mij niet zo heel goed wisten wat ze deden. Dus ja, hoe vaak is het door een goede gedaan, hoe vaak is het door een slechte gedaan? En het vervolgonderzoek is nog onduidelijker, want er zijn een heleboel bureautjes bij je geschakeld. Is dat goed gedaan of niet? Ik kan er helemaal niets over zeggen. Alhoewel, ik kan er wel wat over zeggen. Een paar punten.
Er waren toch wel partijen die tamelijk gealarmeerd waren als ze een code oranje of rood kregen. Terwijl het nog helemaal niet hoeft. Het kan ook zijn omdat je niet weet precies wat er in de gevel zit. Dan vul je in onbekend, krijg je de hoogste score. Oh, dat kan misschien niet goed zijn. Ja, als je geen informatie hebt, dan kan het niet goed zijn. Dus de alarmeringsniveau was een beetje te hoog, her en der. Je zag ook dat soms relatief goede gevels toch nader onderzocht werden. Daardoor, hè, als je geen informatie hebt, dan moet je die vervolgstap nemen. Het was wel soms zo dat eenvoudige aanpassingen niet voldoende waren. Dus het was echt een slechte gevel. Maar toch soms kun je zeggen, ik doe er maar heel weinig aan en ik zoek het elders in het gebouw. Als ik bijvoorbeeld een functie heb, het is geen slaapfunctie. Kantoor, hè, makkelijk. Kantoor, ik neem aan, mensen slapen er niet. Zijn alert. Slapen er niet, gaaf vanuit. Dus op het moment dat je dat een brand wordt gesignaleerd, ga je naar buiten. En kijken we historisch in statistische gegevens, dan gaat er ook ontzettend weinig mee fout. Nou, voor zo'n gebouw kun je zeggen, ja, sloot de gevel er maar af. Nou, wat je ook kunt doen, is zorgen voor dat een brand eerder geregistreerd wordt, eerder gealarmeerd wordt en de vluchtroutes goed zijn. Want dat is ook nog nuttig voor andere situaties dan alleen maar een brand van de gevel. Namelijk elke brand in het gebouw. Of zelfs andere dingen dan brand. Dus het kan zijn dat je dus andere dingen doet dan aan de gevel zelf. Hier nog even een kritische noot. Dat degene die geadviseerd heeft iets te doen, naar mijn ervaring daarna zelden betrokken wordt in het feitelijk uitvoeren en controleren of het goed gedaan is. Dat is dus ook moeilijk in te schatten. En ik zeg er nog even bij, dit zijn ervaringen op basis van een deel van de geselecteerde gevels natuurlijk. Ik heb er met een paar collega's een stuk of 20 gezien. Ik weet, daar zaten er een aantal bij die niet eens gesignaleerd zijn in het systeem. Dat waren gewoon gebouweigenaren die zeiden van, nou, ik heb de gemeente niet gehoord, maar wil je toch even kijken bij ons? Dus ik heb geen idee, welk deel van de 40 wij gehad hebben, maar dit is in ieder geval de ervaring op basis van die gevels die wij gedaan hebben bij DGMR. Tweede onderwerp. Dus eventjes, dat was een van de dingen die gebeurd is na Grenfell. Ja? Wat was er mis met de meest ernstige gevallen? Is dat bekend? Ja, maar dat is een verhaal. Het is heel gevarieerd. Materiaalkeuze. Soms zelfs dat de buitenbeplating al een klasse D heeft, of soms E. Ja, bedoel, dan kun je alles doen in je gevel, maar het brandt veel te hard. Daar wil ik straks nog wel even op terugkomen. Maar dat is in ieder geval, als de buitenschaal, hè, buitenbekleding van een gevel al veel slechter is dan de vrijste klasse, dan weet je helemaal waar je aan toe bent. Of je kunt het laten zitten, maar dan moet je elders in je gebouw wel een heleboel doen om dat te compenseren. Als dat kan, ligt aan de functie van het gebouw of je dat wil. Oké, dat was dus één. Inventariseren in Nederland wat de staat van de gevels is. Twee, Binnenlandse Zaken heeft aan de commissie ATGB gevraagd, is er nou aanleiding om ook in Nederland hier veel aan te doen? In Engeland, dat lezen we in het rapport, dat gaat niet goed in Engeland. Hoe zit dat in Nederland? Nou, ATGB is dus met dat pakket aanbevelingen gekomen, een 40-tal ongeveer, even natte vinger, 40-tal, waaronder een paar onderzoeken. Nou, ik heb ze hier op een rijtje gezet. Het zijn er 8 en nog een heleboel andere aanbevelingen. En van die onderzoeken ga ik er 3 kort behandelen, want die gaan heel specifiek over gevels. En ik zeg even ook over 3 andere aanbevelingen wat. Om te beginnen, brandklasse B. Ik hoorde net, ja, is dat eens een goede test? Het SBI is daarin bepalend. Het SBI is een testopstelling 1,5 meter hoog, 30 kilowatt brander. Een straalkacheltje is 2 kilowatt en de vermogen van die brander is ongeveer 15 straalkacheltjes. Dat kun je zeggen, is aardig wat. Maar een echte brand is tenminste 10 en misschien wel 100 keer zo zwaar in vermogen. Dan heb ik het over een uitslaande brand uit een compartiment. Dus ja, zou je nou in een SBI-test alles zien wat je eigenlijk op grote schaal ziet? Nee, heel simpel. Je kunt ook nooit een gevel van 1,5 meter hoog alle details in verwerken die je in een grootschalige gevel verwerkt. Omdat een hele grootschalige gevel bijvoorbeeld heel anders vervormt dan een klein stuk van 1,5 meter. Dat zul je ergens vast moeten maken. Nou, als je dat op 2 punten vastmaakt, is een uitbuiging bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het openbuigen door de verhitting, is heel anders dan wanneer ik grote overspanning in de praktijk heb.
Daar kun je niet een opstelling van 1,5 meter goed nabouwen. Dus dat probleem heb je sowieso. Ik geef eerst even de globale lijn van de aanbevelingen en dan kom ik op een paar nog in detail terug. 1 is heel simpel, verduidelijk de eisen. Er zijn een aantal eisen absoluut onduidelijk. Vraag je het aan 5 verschillende mensen, krijg je 5 verschillende uitleggen. Dat moet verbeterd worden en dat is, daar is men nu mee bezig. In BBL staan als het goed is de verbeterde eisen. Komen erin, sorry, staan er niet in, komen erin. We hebben aanbevolen een beperkte verzwaring van de eisen. Nou, dit is wel een heel belangrijk punt. Wat we krijgen te horen is, ja, maar kijk nou eens wat we in Engeland doen, of in Duitsland, of in Frankrijk, of in nou ja, een behoorlijk aantal landen om ons heen, die hebben de laatste jaren, niet alleen naar aanleiding van Grenfell, sommigen zijn al iets eerder begonnen, besloten om voor de echte hoogbouw veel zwaardere eisen te stellen. Nou heb ik behoorlijk aantal jaren in het Europese circuit gewerkt, brandveiligheid, en ik heb veel kennissen in verschillende landen, die echt aan al die onderzoeken hebben meegedaan. Als je die nou eens even informeel opbelt en vraagt van, was het nou een politiek argument of was het nou een technisch inhoudelijk argument waarom die eis naar boven is gegaan? Er is niet één die kon zeggen dat een technisch inhoudelijk argument daar belangrijk in was. Het speelde wel een klein beetje mee, bijvoorbeeld omdat die kleinschalige test niet zoveel inzicht geeft, maar het was meestal een puur politieke reden van een politicus wil niet dat hij morgen wordt aangesproken op doden door een gevelbrand die hij had moeten voorkomen omdat Grenfell al gebeurd is. Zo werkt het nou eenmaal met grootschalige calamiteit. Wat we wel zien, en dat is de reden om wel een kleine verzwaring in Nederland door te voeren, is dat we langzaamaan wat gevaarlijker gaan bouwen en onze gebouwen wat gevaarlijker gebruiken. Gevaarlijker bouwen in de zin van hoger, meer gesloten om energetische redenen. Gevaarlijke gebruiken in de zin dat mensen veel langer thuis blijven wonen, minder valide zijn, gemiddeld. Dat zijn twee redenen en dat is een proces wat doorgaat waarschijnlijk. Dat is een proces waardoor eigenlijk het gemiddelde veiligheidsniveau eigenlijk aan het zakken is. Dus wil je daarop anticiperen, en zeker als je kijkt wat de bouwplannen zijn qua hoogte, dan zul je toch wat moeten doen. Niet meteen, oh, alles moet onbrandbaar of zo. Ga een beetje die richting op. Ga eens kijken hoe snel je die stappen moet doen. Daar komen we direct nog op terug. Het belangrijkste probleem die we zagen is de onduidelijkheid in die begrippen. Ik heb er hier een paar neergezet. Ik ga ze niet uitgebreid behandelen, maar ik noem al buitenlucht. Wat is de buitenluchtzijde? Er zijn vrijstellingen voor onderdeeltjes. Als ik zeg dat een bepaald onderdeel niet zo'n zware klasse moet hebben, is prima hoor als het 1 promiel van de gevel uitmaakt. Maar tegen de tijd dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, glas uitsluit, en bij een vliesgevel is dat 99% van de gevel, dan vraag ik me af wat je oorspronkelijke eis nog van nut heeft. Ja, dan moet je daar een zinnige eis voor gaan stellen. Dus het is belangrijk dat je de begrippen die je gebruikt en de uitsluitingen en de vrijstellingen die je gebruikt, dat je die goed definieert. Even kijken, de SBI heeft een beperkte relatie met de praktijk, helemaal waar. Dat was ook de aanleiding van de vorige gesprek om daar een opmerking over te maken. Ik wil daar toch even iets bij zeggen. Dat doen we op een heleboel punten in de brandveiligheid. Iets simpels. Ach, het dekt eigenlijk niet zo goed het feitelijk risico. Goed genoeg, want er gebeurt in de praktijk weinig. Laat je namelijk iedereen allerlei dure voorzieningen treffen en dure testen en dure beoordelingen als er feitelijk niks gebeurt? Nee. Als er veel gebeurt, ja, absoluut. En daar zit een heel groot grijs gebied tussen. En zolang er in gevels niks gebeurt, is er politiek geen reden om zwaardere eisen te stellen. En er is ook qua risico, hè, is er ook nog weinig reden om de zwaardere eisen te stellen. Pas nu we zien dat die tendens er is in het gebruik en in de bouwwijze, wordt langzamerhand wat gevaarlijker, willen we wat omhoog met die eisen. Daar komen we nu op terug. Wat zijn dus de belangrijkste aanbevelingen? In grote stappen heb ik ze net gegeven, nu even specifieker. Nadere specificatie van verschillende van die begrippen. Een brandklasse A2 voor hoge gevels met een hoog risico. Hier staat uitgeschreven welke dat zijn. Boven de 30 of 50 meter, afhankelijk van welke gebruiksfunctie. Het zijn in ieder geval gebruiksfuncties waarin geslapen wordt. En mensen ook zelfs minder redzaam zijn, zelfredzaam zijn. Voor die functies vraag je een A2. Kom op een aanvulling hoor, dat is een alternatief.
Er zijn een paar uitzonderingen. Geveldelen die brandwerend zijn afgeschermd is een uitzondering. Opnieuw, raam, deur, kozijn en spouwfolie mogen 1 klasse lager zijn. Dat is om praktische redenen nog bijna niet... je kunt wel vragen om A2, maar dat gaat de bouwpraktijk op dit moment nog niet lukken. Echter, er is een alternatief. En het alternatief is, doe een grote of middelschaal test. Dat wil zeggen, doe een stuk betere test dan die SBI. De SBI is gewoon simpel en geeft een snel inzicht op een beperkt niveau. Ga naar grotere niveau testen. En als u mij vraagt welke zijn dat en hoe werkt dat, daar kom ik straks op terug, maar dat is nog in ontwikkeling. Dat is niet erg bevredigend op dit moment, maar als het goed is, is dat er in een half jaar. Even kijken, ging ik 1 te ver? Nee, ik ga niet 1 te ver. Oké, dat even wat betreft die brandklasses. Hè. Dat is een bekende aanleiding. Is dat wel veilig genoeg? Overigens kom ik ook mensen die tegen die zeggen van, ja, uit Grenfell bleek toch dat het niet veilig is, er moet nog een zwaardere klasse. Nou, in Grenfell, in Engeland hadden ze ook de ijsklasse B. De gevel was een klasse E, Eduard. En die ging heel snel in de hands. Dan kun je niet zeggen dat B niet veilig genoeg is. Dat wordt de volgende sommigen wel beweerd, maar dat slaat echt helemaal nergens op. Daarnaast was niet alleen de gevel klasse E, maar waren er nog 3, 4, 5 andere factoren waardoor daar slachtoffers zijn gevallen. Ik denk dat u op internet, als u zoekt naar facade fires, ziet u allerlei sensationele branden over 30 verdiepingen waarbij geen doden vallen, omdat daar alleen de gevel slecht was. Misschien ook iets anders, maar dat bleek niet. Het tweede onderzoek was dat voor de WBDBO, het andere aspect van brandveiligheid van gevels. Deze globale aanbeveling doet sommigen wel schrikken. Iedereen is gewend aan een 60 minuten brandwerendheid, liever gezegd een 60 minuten WBDBO tussenruimte. En plop, hier staat ineens 120 minuten. En toch is er niet veel verschil. Het gaat hier namelijk om 120 minuten tussen 2 verdiepingen die in end van elkaar zitten. En traditioneel denken wij, nou, ik heb een aantal verdiepingen boven elkaar. Je gaat na 60 minuten ga je naar de verdieping erboven. Hè? Het zijn 2 verschillende compartimenten, 60 minuten. Nou, daarna 60 minuten daarboven, is 120. Daarna 60 minuten erboven, is 180, enzovoorts. Hier zit het probleem met gevels. Als je namelijk naar buiten gaat en daar de gevel aansteekt, dan zit je binnen 60 minuten in al die verdiepingen erboven. En dat is inderdaad niet de bedoeling. En daar geldt die 120 minuten voor. Dus dat is ook over afstanden waar je normaal verwacht dat je veel meer dan 1 brandscheiding hebt. Waar je eigenlijk traditioneel sowieso al aanneemt dat je 120, 180, 240, weet ik veel hoeveel minuten hebt. Die is nu expliciet in het, niet bouwbesluit, maar het BBL, gaat die opgenomen worden. Ik denk qua tijd, hoe ver ben ik, meneer de voorzitter? Oké. De belangrijkste problemen, het belangrijkste probleem is in feite dat de bepalingsmethode nu niet bestaat. We kunnen niet bepalen wat de BBDBO is als het gaat om het traject door de gevelconstructie. Daar is weer de bekende adviseur die zijn natte vinger in de lucht steekt en zegt van expert judgment, gaat het goed of gaat het niet goed? En zeker hier is het erg onduidelijk hoe dat beoordeeld wordt. En daar gaan ook binnenkort wat regels voor komen. Nou, hier staan die eisen wat verder uitgeschreven. Die laat ik even voor dit moment. Belangrijk is dat je dus 2 opties hebt voor die hoge gevels. Dat is A2 met een aantal uitzonderingen of doe een grote schaal geveltest. Nu nog even wat andere onderzoeken. Bij sommigen sta ik helemaal heel kort stil, zoals deze sheet, omdat mijn collega daarover grofweg 1 uur een verhaal over gaat vertellen. Dus het enige wat ik hier nu vertel is, de norm 6068 is eigenlijk niet zo duidelijk voor veel mensen. En de ATGB heeft ook geadviseerd van, nou leg in ieder geval beter uit wat daarin staat en wat nou het doel is en wat al die begrippen betekenen die daarin staan. En dat is een NPR geworden, de NPR 6668, ter uitleg van de 6068 norm. Er is een kleine spin-off, ook nog wat wijzigingen in de oorspronkelijke norm. En er komt een simpele tool voor simpele brandoverslaggevallen. Ook opgenomen in deze NPR. Daar hoort u over 1 uur of iets dergelijks meer over. Nog een ander product. Naar aanleiding van het ATGB-rapport.
En dat is een instructie. Hoe borg je nou... Het is een vrij ambtelijke titel geworden, moet ik zeggen. Borgingsprotocol vind ik altijd slaapverwekkend. Maar het is informatie over hoe zit het proces in elkaar. Nou, dat is een heel stuk tekst. Voor degene die echt de ins en outs wil weten op regelgevingsgebied. En er zitten bijlagen bij die je meer een technisch inhoudelijke beoordeling geven. En je een idee kunnen geven van het risico. Er worden risicobeoordelingen gedaan. En dan weet je of je bezig bent met een gevaarlijke gevel, een medium gevel qua gevaar, of misschien wel een heel ongevaarlijke gevel. Ik moet wijzen op één heel belangrijk punt wat daar geadviseerd wordt. Nu is het nog puur advies. Binnenlandse Zaken publiceert het document van hier willen we naartoe. Maar hou er rekening mee. Ik weet dat BZK er meer naartoe wil om dit soort processen, procedures langzamerhand in de regelgeving te douwen. Welke termijn? Geen idee. Maar een heel belangrijke daarin is, de laatste die je erin ziet staan, de controleacties per bouwfase en risiconiveau. En soms is zo'n actie, lever de detaillering van de gevel aan op het moment van de vergunningsaanvraag. Als ik dat zeg tegen mensen die in de bouw zitten, doen iets dergelijks, ben je gek, zo werkt de bouw niet. Nee, dat klopt, zo werkt de bouw niet, nee. Dat wil zeggen dat de bouw gevaarlijke gevels neerzet. Gedurende het bouwproces dat niet eens zelf kan controleren, want die tijd heb je in het bouwproces niet. En aan het eind, als je concludeert dat het niet veilig genoeg is, heb je geen tijd meer om dat te veranderen, want je zit al aan je oplevering. In dit protocol zeggen we in feite van, dat kan niet. Als je dat wil, als je met dat tempo wil bouwen, dan maak je maar een ongevaarlijke gevel. Als jij ervoor kiest om een gevaarlijk type gevel neer te zetten, een type gevel dat snel verkeerd kan worden geplaatst, verkeerd kan worden uitgevoerd, verkeerd kan worden ontworpen, hè, vroeger in het proces, dan moet je al bij de vergunningsaanvraag laten zien hoe die gedetailleerd wordt. En dat komt zelden voor op dit moment in de bouw. Maar het hoeft geen hindernis te zijn als je maar veilige gegevens ontwerpt. Dan weet u dat dat er aan zit te komen. Kom ik straks even terug als ik er tijd voor krijg. En anders doen we het wel een keer even in de pauze of zo. Nou, nog twee andere producten. Kennisplatform brandveilige gevels. Heeft u de eerste spreker over horen vertellen. Studiedagen. Nou, daar moet u zich van bewust zijn dat die er zijn. Want daar zit u onder meer op dit moment. Seminars en webinars. En, dit is wel het belangrijkste stuk van de rest onderzoeken. Ik gaf aan bij die B-klasse, u moet naar een A2 of een grootschalige geveltest indien u een hoog risico heeft. De norm die regelt hoe je die geveltesten moet inzetten en waar je aan moet voldoen, die wordt op dit moment gemaakt. Dat wordt op dit moment nog een NPR geveltesten. Het belangrijkste daarin is dat we gebruik gaan maken van drie niet-Nederlandse testmethodes. Het zijn voor de insiders bekende testmethodes. De BS, British Standard 8414 deel 1 2. De Duitse DIN 4102, C20. En een ISO-test, de kleine ISO-test. In schaal staan ze ook op een goede rijtje. De BS, dan moet je aan een 9 meter hoge opstelling denken met een 3 megawatt brand. Bij de DIN zit hij ongeveer op een 300 kilowatt brand. En dan is hij 6 meter hoog, geloof ik, 5,5. En de ISO is maar 2,5 meter hoog ongeveer. En een 100 kilowatt. En je moet gaan beslissen met welke test je en welk niveau van criteria wil je in je wetgeving aangeven. Dat mag BZK gaan aanwijzen. Dit is de NPR die op dit moment in ontwikkeling is. Fase 1, de analyse van de testmethodes en zouden we er iets aan moeten toevoegen, is gedaan en we zijn net begonnen aan fase 2, het opstellen van de NPR. En criteria opstellen, want sommige van deze methoden bevatten zelf geen criteria. Ja? Bij de ISO bij fase 2, moet dat niet de streep 2 zijn in plaats van streep 1? Nee, de streep 2 is de grootschalige. Een jukkel van een test, dan zit je op BS-niveau. Er zijn meerdere delen. Deel 1 is kleintje. Dit is het kleinere spul, maar wel belangrijk. We moeten wel degelijk in de NEN 6068 gaan aangeven hoe bepaal je nou die branddoorslag naar boven door die gevelspouw. Nou, daar krijgt u instructies, die worden toegevoegd aan 6068.
Daar gaan we binnenkort mee starten. Ja, over een denken zijn we al, maar de financiering is beschikbaar in het eerste kwartaal van komend jaar. Dus ja, dan komt er eigenlijk een document. Dat geldt ook voor de instructie voor de A2-bepaling. Iedereen denkt, ja, iedereen kan toch meten of iets aan A2 voldoet? Nee dus. Dat is alleen maar grofweg te doen. Omdat het enige wat de Europese methode kent, is het testen van een uniform materiaal, product. Product dat uit een uniform materiaal bestaat. Of uit laagjes. Neem een gevel. Neem een elementengevel. Op het ene punt, als je daar laagjes kijkt, zie je gewoon glas, misschien een PVB en nog een keer een glas en dan kom je binnen. En op een ander punt heb je een rubber en een profieltje en nog een waterkering en er zit van alles. Het is helemaal afhankelijk waar in de gevel je de meting doet. Dus we hebben niet zo laagjes, maar we hebben ook af en toe zo verschillende producten en verschillende materialen in de gevel zitten. Hoe meet je dat dan en hoeveel meetpunten moet je nemen? En, nou ja, het is allemaal niet geregeld en dat moeten we ook gaan organiseren in de NEN 6068. Komt er allemaal aan. Laatste twee sheets. Niveau van urgentie, noodkop, vraagteken. Ik vind het een belangrijke mededeling. Het is het verschil tussen belangrijk en urgent. Dit is de mening van de spreker die u nu gaat horen. Naar mijn idee is het niet hyper-urgent, maar ontzettend belangrijk. Het nadeel is, welke neiging hebben we? We hebben een neiging om niet-urgente dingen voor ons uit te schuiven tot ze urgent worden. Het zijn belangrijke dingen, maar we moeten er echt wel wat aan doen. En ik gaf al aan wat het gebruik van de gebouwen is en wat de bouwwijze is. Die gaat vanuit brandoptiek de verkeerde kant op. Je kunt zeggen, nou ja, dat is niet verkeerd, maar we moeten er een compensatie voor in introduceren in het gebouw. Ja, dat bedoel ik. Daar moeten we ons op voorbereiden. Dus op dit moment is het gemiddeld risico echt niet zo groot. Kijk maar in de statistiek. Maar we weten wel dat de nieuwe gebouwen die we toevoegen aan die voorraad, zouden eigenlijk de goede moeten zijn, hè, want die zijn helemaal nieuw. Maar die zijn eigenlijk juist de minst veilige. Daar moeten we ons zeer bewust van zijn. Omdat het risico veel hoger is bij de recente bouwwijze en bij het recente gebruik. Nou, we hebben al aangegeven welke andere punten er nog spelen. We weten niet zoveel over het gedrag in de praktijk. Daar is de test eigenlijk te klein voor. We keuren gevels goed op basis van een deskundige die een methode hanteert. En hoe kritisch iedereen daarnaar kijkt, dat is zeer wisselend. En, dat punt gaf ik ook al aan, gevels worden vaak niet getoetst bij de aanvraag van omgevingsvergunning. Want materiaaleigenschappen, daar zetten we in allerlei adviesrapporten van. Oh, dat moet je aan deze eisen voldoen, dat moet later nog een keer bekeken worden. Maar later is ook heel vaak niet, helaas. Dus welke urgentie volgt hieruit? Nou, niet de urgentie uit Engeland. En als u zegt, hoezo vindt de spreker dat? Ik ben in ieder geval in goed gezelschap, want de hoofdonderzoeker in Engeland vindt dat ook. Die heeft ook gemerkt, de inquiry heeft rapporten geproduceerd, maar vervolgens zijn er appartementeneigenaren die een gevel hebben die een heel klein beetje lijkt op die van Grenfell, die totaal onverkoopbaar zijn geworden, want ja, niemand wil toch in zo'n gebouw wonen. Ja, terwijl er niks met die gevel aan de hand is. Verzekeraars wensen die gebouwen niet meer te verzekeren, terwijl er niets aan de hand is. Ja, dus daar wijst men in Engeland wel naar, pas op om dan te snel te makkelijke conclusies te trekken. Ik zeg het hier even, in Nederland is die tendens er niet, gelukkig, maar het is wel een belangrijk signaal. En nog meer de mening van de spreker, hè, laten we in ieder geval de regels consistenter en duidelijker maken. De bouwsector beter uitleggen hoe dit onderwerp werkt. Nou, daarvoor zit hij hopelijk hier. Het bouwproces moet het borgen dus beter mogelijk maken. Pas dus op met tijdstraminen waarbij je absoluut niet meer kunt corrigeren als je een fout gemaakt hebt. Dat gebeurt in het bouwproces helaas heel vaak. En het laatste punt, hè. Belangrijk, maar niet zeer urgent. Maar ik pleit ervoor om het niet zeer urgent te laten worden morgen. Dank u. Rudolf, zeer bedankt voor jouw inspirerende, enthousiaste en ook genuanceerde verhaal. Ik denk dat we ook wel mogen zeggen. Geen regelreflexproblematiek, maar toch met een bepaalde nuance en ook deskundigheid naar het onderwerp kijken. Val me elke keer weer op hoe jij die complexe materie, hè, van allerlei normen, allerlei regelgeving, toch weet te verpakken voor het publiek op een hele toegankelijke en enthousiaste manier. En dat is echt een gave. Dat is me al vaker opgevallen.
Rudolf, ik wil eens even beginnen met een startvraag. Mm-hmm. Ook kijkend naar de doelstelling van vandaag. Allerlei ontwikkelingen geschetst. Op het gebied van normalisering, op het gebied van wet en regelgeving. Je hebt het al even aangestipt, maar goed om dat nog een keer te benadrukken. Uiteindelijk wordt het gerealiseerd in de detaillering. Ja. En je hebt al aangegeven van ja, enerzijds zit er in het... in de bepalingsmethode ook een bepaalde platgeslagen werkelijkheid. Mm-hmm. En anderzijds, ja, hoe borgen we nu dat uiteindelijk al die wet en regelgeving en ook hetgeen wat we hebben vastgelegd in normalisatie, door die bouwpraktijk ook daadwerkelijk wordt toegepast? Kun je dat nog een keer herhalen eigenlijk? Ja, herhalen en nog aanvullen. Ten eerste moet de bouw en vooral degene die bouwt, niet alleen ook degene die aanlevert, die levert informatie bijvoorbeeld aan, toeleveranciers bouw, maar ook vooral de aannemer die het vervolgens in elkaar zet, moet heel goed weten welke gevoeligheden er zijn, welke fouten die kan maken door dingen net anders te maken dan in het ontwerp staan. Nou, ik begin al op dit punt, maar ik moet eigenlijk nog een stap teruggaan. En dat in het ontwerp heb je hetzelfde verschijnsel eigenlijk. Daar moet je ook ontzettend letten op bepaalde details. En moet je dus ook de kennis hebben om ervoor te zorgen dat die details je opvallen. Dus je gaat eerst naar het ontwerp, dan naar de aannemer die het helemaal uitwerkt en aan de gevel zet. Maar ook aan diegenen die het bouwproces organiseren. Dat is wat het laatste wat ik vlak voor het einde zei. Zorg ervoor dat je in dat bouwproces de tijd hebt om je fouten te corrigeren. Wat ik nu tegenkom is, nee, de gevel is niet goed. We zijn met de onderste twee verdiepingen al bezig. Ja, en de test die kan binnenkort over 2 maanden gedaan worden. Niet omdat het lab veel tijd nodig heeft, maar omdat je eerst die bepaalde dummies eerst moet maken. Nou goed, in ieder geval is er een tijdvertraging in. Dan hoop je maar dat het resultaat dan wel goed is van die gewijzigde gevels. En dan moet je dat voor de rest goed doen en dan iets doen op de gevels die je al hebt aangebracht. Dus het bouwproces op dit moment zorgt er niet voor dat herstel, dat die correctie gedaan kan worden. Dat is eigenlijk het grote probleem. En op dit moment zou je kunnen zeggen, bevoegd gezag zou al in een vroeg stadium moeten zeggen, wat bouw je nou? Maar bevoegd gezag accepteert ook, omdat ze de huidige bouwwijzes accepteert, dat die informatie niet beschikbaar is als ze de vergunning verlenen. Zorg er dan in ieder geval voor, dat vindt u misschien als bouwer niet leuk, maar dat is het advies aan bevoegd gezag, zet er expliciet in welke informatie u daarna wanneer alsnog wil ontvangen. Zodat u dan nog te toetsen is. Of in ieder geval dat degene die de vergunning heeft aangevraagd, denkt van, och ja, gut, dat moet ik nog doen, ja. Ja, ja, dat is waar, dat staat nog in de vergunning. Dat zijn een aantal praktische dingen die je in ieder geval zou moeten doen. En als ik goed begrijp, Rudolf, is in het borgingsprotocol wat jullie hebben opgesteld samen met Niemann, zijn mm-hmm. daar ook de handvaten voor gegeven? Ja. Dan de zaal. Er waren al een aantal mensen die een vraag hebben gesteld. En dan ga ik eerst even naar Ruud van Herpen, want die vroeg net ook al het woord. Dus jij staat in het eerste van de rij, Ruud. Okay. Ja, net had ik wel een hele andere vraag, Johan. Maar je zei net, het zit hem in de detaillering. Maar veel mensen interpreteren dat als een aansluitdetaillering. En dat is denk ik niet correct. Het gaat ook om het gevelvlak zelf. Want wat we vergeten in de toetsing is, als we een toetsing doen tussen voor brandoverslag van ene gevelopening naar een andere gevelopening, dan moet de gevel voldoen zelf, hè, daartussen aan brandklasse B. En dan zeggen we, oké, dan is dat goed. En wat we vergeten is dat een brandklasse B-gevel wel aangestoken kan worden, die uitstootvlam. Dat wordt nooit getoetst. En ik weet niet helemaal zeker of ik op jouw doorsnee dus dat traject zag, eerlijk gezegd, Rudolf, maar het plaatje wat je net liet zien. Mm-hmm. Maar dat blijft buiten beschouwing, want er wordt gezegd, ja, het is een gevel die voldoet aan brandklasse B en hij heeft voldoende branderend, want ik hoef het niet als opening te beschouwen. Dus dat traject dat die gevel aangestoken wordt, wordt nooit getoetst. En daar is een heel groot risico. Daar is een groot risico met steenstrips op EPS-isolatie. Er is een groot risico vliesgevels met daarachter een spouw en isolatie. Er is een groot risico met geïntegreerde PV-panelen in gevels. Dat wordt nooit getoetst. Dankjewel, Ruud. Allereerst dank voor de correctie op mijn platgeslagen woord detaillering. En ik ben wel benieuwd wat de reactie van Rudolf hierop is. Ik mag je gerust, nou, ik stel je niet gerust, maar een deelantwoord is dat een aantal het wel toetsen. Op het scherm zie je nu een aantal van, en niet eens alle trajecten die je eigenlijk zou moeten toetsen. We doen ons best om deze echt allemaal door te nemen.
Je ziet er echte brandoverslag, hè, helemaal buitenom. Je ziet echte branddoorslag tussen het vloervlak en het gevelvlak. Maar ook een heleboel trajecten daartussenin. Het aansteken van de buitenkant, het doornaden in de buitenbeplating, naar buiten komen of naar binnen gaan. Al die trajecten moet je meenemen. En hoe je dat moet doen, en de methode daarvoor is er niet. Dat is dus waarom ik aangaf, in NEN 668 wordt dat aangevuld. Helemaal aanvullen is bijna niet mogelijk. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden. Nou, we doen ons best om in ieder geval zoveel mogelijk van dit soort trajecten daar een goede beschrijving voor te geven. Want ik heb precies hetzelfde gevoel als jij erbij hebt. Velen zien die trajecten niet. Ik voel consensus tussen experts van twee verschillende adviesbureaus. Ik zie mensen knikkend in stemmen, dat is ook goed om te weten. Komt wel vaker voor. Dat is ook voor, in de praktijk wel eens wat anders. Dus. Komt wel vaker voor dat wij consensus hebben. Precies, wow. Precies. Andere vragen vanuit de zaal? Ja, Harm van Dachtel van SKG ICOP certificatie. Heel interessant verhaal, Rudolf, dankjewel. Het gevoel wat in de ruim- en deurenbranche heel erg leeft, is dat de weliswaar lichte verzwaring van de regelgeving op dit gebied echt komt door de Grenfell-brand. Dat is natuurlijk toch wel een beetje incentive geweest om die eisen goed te gaan bekijken. Maar ik proef eigenlijk, want ook als je die oorzaak bekijkt, zit het daar niet zozeer in de wetgeving die er al was, maar gewoon het gebruik van verkeerd materiaal. Als je nu jouw verhaal goed luistert, merk ik dat er eigenlijk vooral reden is om naar de toekomst te kijken. En het gebruik van de gebouwen in de toekomst eigenlijk de aanleiding is om de eisen die we nu kennen te verzwaren. Ja, en correct. Dat, ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook duidelijk te maken aan de bouw. En nu leeft heel erg het gevoel, het probleem met Grenfell, dat wordt geprojecteerd op de bouw in Nederland, terwijl eigenlijk de aanleiding niet echt het gebrek is aan eisen, maar gewoon een verkeerde uitvoering. Ik ben benieuwd hoe je daar naar kijkt. Mm-hmm. En misschien ook wel een rol voor BBN om daar meer in communicatie aan te doen. We proberen dus eigenlijk nu veilige gebouwen voor de toekomstsituatie te creëren. Ja, vooral die laatste zin. Het gebouw wat je nu neerzet zal gemiddeld 50 jaar graag meegaan. Dus je bouwt voor de niveaus die je in de komende 50 jaar wil hebben. En dan wordt het heel belangrijk om een tendens in de manier van bouwen en manier van gebruik te ontwaren. En ja, daar moeten we misschien wel meer aandacht aan besteden, dat de bouwsector ook begrijpt dat dat de belangrijkste reden is om die niveaus wat te verhogen. En niet dat we nu op bij de meeste gebouwen al op een tijdbom zitten of zo en daar morgen iets aan moeten doen. Dat is helemaal waar. Klopt. Even een kleine aanvulling. Hè. De Kamer heeft recent een motie aangenomen dat we terug moeten naar de bejaardenhuizen. Dus dat langer zelfstandig wonen, hè, wat tot gevolg heeft wat Rudolf feitelijk verkoopt, kan veel goedkoper opgelost worden door dat beleid los te laten. En in feite die gebouwen waar het echt om gaat, hè, waar die mensen met die hulpbehoevend zijn, bij elkaar te voegen. Mm-hmm. En daar de maatregelen te treffen. Dus de Kamer heeft daar recent een motie over aangenomen. De minister het overneemt, heb ik nog niet gehoord. Maar de Kamer is wakker geworden. Wil je daar een reflectie op geven, Rudolf? Ja, ik weet niet hoe groot ik de kans moet inschatten dat een motie leidt tot gewijzigd beleid. Maar niet zo vaak, eigenlijk. Maar mocht dat gebeuren, Nico, je hebt helemaal gelijk. Als we het gebouw weer helemaal anders gaan gebruiken en zeggen dat alle mensen die eigenlijk maar heel matig of bijna niet mobiel zijn, niet van die hoge gebouwen gebruik maken, ja, dan heb je een lager risiconiveau. Volledig correct. Dankjewel, Rudolf. Applaus.